Als je haar al lang niet meer hebt gezien, ga je er zelf weer aan denken. Lydia's ook aan zinderen, hebben we een verrassing voor je. Geef een tip, maar niet de hele woord moet je zeggen. Vinden jullie dat leuk? Ja! Ik ben hier twee keer geweest, want we zitten bij de valkenier en ik was al naar de valkenier. Hamerhaai eet je om. Pas op, mond gaat dicht, zijn bek gaat dicht. Circus als clown. Trisha. Jelicia, bed uit, we gaan. Waarheen? We hebben een verrassing voor jou. Oké. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Oh, kijk eens wat mooi. En welkom weer bij een nieuwe video hierop. Tot blij. En papa, voor jou, Jaden en Jason, een verrassingje. Dus ga je maar lekker snel omkleden. Wat is de verrassing? Ja, als ik dat nu zo vertel, is geen verrassing meer. Wel. Wat wil je er wat de verrassing is? Wat zou je graag willen doen vandaag? Naar Ravinia. Ja? En naar Ja. En wat nog meer? En naar de speeltuin. Ja, wat nog meer? En naar de kermis. Bijna. Ja, en naar het pretpark. En naar de springpark. En naar die waar je kunt klimmen. Oh, nou, dan wordt het een leuke dag voor jou vandaag. Ja. Goedemorgen, lieverd. Zij is alvast boterhammetje aan het smeren voor vandaag. Ja. Kinderen zitten op een tablet te wachten. En dan kunnen we zo gaan vertrekken. Hop, alle kinderen zijn ingepakt, moeders ingepakt. Dan kunnen we gaan rijden. Oké, Jaden, waar wil jij naartoe? Klim of klauteren. En waar wil jij naartoe dan vandaag? Space Jump. Space Jump? Ja. Die trampoline park. Ja. Daar gaan we ook niet naartoe. Laat iets anders doen. Klauteren daar! Dus klim of klauteren. Nee, we gaan niet klim of klauteren. Wat dan? Verrassing. Wat denk je met een mooie weer? Geef het dit! Buiten. Een beetje speeltuin! Kan niet! Bijna? Ja, bijna, je stond bijna in de buurt. Mietje geven! Nee, ga niet mietje geven. Geef een tip, maar niet de hele woord moet je zeggen. Een tip van de verrassing. Oké. Je moet één letter zeggen. Oké, de letter W. Iets met de V. Veluwe. De Veluwe, ja, maar dat is niet in de buurt. Dat is een stukje verder rijden. Volendam. Ja, daar zijn we ook pas geweest. Dat is ook met de V heel goed. Goed opgelet. Maar dat is ook heel ver van hier. Het ligt dichterbij. Zijn we bij Veluwendam? Veluwendam? Ja. Ligt het naast Volendam? Bij Veluwendam. Veluwendam. Nee, dat bestaat niet, schat. Veluwendam. Zijn we daar eens geweest? Ja, we zijn daar wel eens een keertje geweest met tante Jelisa toen nog. Even kijken, hoe oud was jij toen? Een jaartje of twee, geloof ik. Ik weet niet al als ik daar binnenkom, als ik denk als ik daar voor de eerste keer kom. Ja, mits je de vlog teruggekeken hebt. Ik weet het ook echt totaal niet, dus ik weet het echt niet. Want als je 2 jaar bent en je wordt 8, vergeet je het. Dan vergeet je dat, ja. Ik zie het al. Welke neer is dit? Ja. Hier was ik met mijn hele klas geweest. En is het leuk hier? Ja, ik had dat hier nog geritterde. Ik ben hier 2 keer geweest, want we zitten bij de valkenier en ik was al naar de valkenier. Kijk, ik ben hier, dit is mijn 3e keer, want ik ben hier 1 keer met jullie geweest, 1 keer met de hele klas en nu nog 1 keer naar de valkenier. Mag jij ons een beetje wegwijs maken vandaag? Wat ben jij lang geworden, joh? Hallo, kijk vandaag!
Langnek! Ja, die staat in de Efteling, hè, Langnek? Wat hebben jullie lange armen? Ik ook! Kijk hoe groot de mond ik is! Hé, hey, kijk mama zijn hand nou, laat op wat mama zijn hand gebeurt. Ja? Hey. Willen jullie daarin? Ja! Kijk, die hamerhaai eet je op! Waar is die hamerhaai? Daar! Oh, daar! Zie je dat? Ja! Hap! De hamerhaai eet je op! Ja, daarom zeg ik hap! Kijk, de hamerhaai hebben hamer aan zijn bovenkant om zijn te beschermen. Kijk, hier was ik met mijn hele school geweest. Ja. Maar wist je dat je dit jaar weer naar een nieuwe juffrouw gaat? Ja. Ja, die hebben wij al gezien, hè? Hoe hebben wij die ook alweer gezien? Op de webcam. Op de webcam, ja, klopt. Nou, we gaan wachten tot die gaat draaien. Ja, we gaan starten! De juf zei, ga je nog eens naar de vampier? Ik zei die ja. Vond je het leuk? Ja. Ja? Je werkt uit. Eitje op. Ik zit al in de baan. Lekker man. Pas op, mond gaat dicht. Zijn bek gaat dicht. Dan weet je wat je moet kijken. Ben je wat enger in? Ja, of die dinosaurus? Jeetje, dat is met circus als clown. Kijk hem eens staan. Wat kopje ook, hè? Gaan we het even filmen? Ik ga al je neus niet al bestellen, echt. Kijk eens. Ik weet wat dit is. Kom, we gaan, jongen, we gaan naar binnen hier. Circus. Dag papa, ik wist niet dat Tokio was. Kijk eens, we staan ook binnen. Normaal zal Ruben die grap maken, maar nu ben ik even gekocht. Jaden, hoeveel achtbanen heb je? Twee. Ja, we zijn twee achtbanen, Jaden. Ja, Gio de rugachtbaan. Oké. Wat is de onderachtbaan? Gaat hij over de kop? Nee. Oh, de achtbaan, dat is die lieve heer achtbaan. Nou, we gaan hier even aan de kinderachtbaan. Ja, die! Oude oren. Oren. Het wordt oud. Ja. Joepie! Hij gaat twee ronden. Maar nu gaat het deze keer gaat hij vertellen. Dan weer. Ja, we weer boven. Dan weer down. Hij gaat echt snel. Leuk. En Jaden, bij de paardjes gehad? Ja. Kijk even gaan. Hoe zeg je ook. Dag Jaden! Dat vindt Jaden nog altijd even leuk, hè? Paardjes vindt hij altijd leuk. Wil ik hem weer. Kijk hem zitten, jong. Ja. En jongen! Hij vindt het echt leuk. Jason zit een beetje te zeuren. Waarom zit Jason te zeuren? Wat wil hij hebben? Lizzie aan de telefoon. Lizzie. Een oude liefde. Lizzie, die kennen we allemaal nog wel, hè? Dus jij wil al graag Lizzie weer een keer zien? Ja.
Nou, dan zou ik eens een keer vragen aan papa en Lissie, hè? Kan jij ons vandaag vertellen? Vandaag zijn we in een pretpark. Ja, dat kan ik vertellen. Dan kan ik het in de toekomst vertellen. Heb je er wel eens over nagedacht dat Lissie misschien jou niet meer wil zien? Als je Lissie weer gaat zien, hè, moet je natuurlijk wel een goede indruk maken. Je hebt aan papa gezien hoe je dat moet doen, hè? Dan moet je een bosje rozen kopen, een chocola in een hartje. En zo, oh, lieve Lissie, ik heb je zo gemist. Oké, ma, dat doen we dan. We gaan bellen. Ja. Dan zeggen we, Lissie, als we gaan zien, hebben we een verrassing voor je. Ja, dan moet je niet vertellen wat, hè? Dat is niet leuk als ze het al weet. Ja. En dan gaat ze denken, wat is de verrassing? Ja. En dan komt ik met de poortje. En dan kom ik met die bosje bloemen. En dan een poortje. En dan blaadjes en bepoortjes en zo allemaal. Maar gaat het helemaal goed komen? Ja! Hoe kom je nou in één keer weer aan Lissie dan? Nou kijk, als je haar al lang niet meer hebt gezien, ga je er zelf weer aan denken. Ja, dat is waar. Je hebt het er vaak over gehad. Hier, dat is papa. En waar is je moeder? Wat? Is je moeder nou die olifant of die neushoorn? Zo, is je moeder... Zeg je dat over mijn moeder? Ja. Over oma Koet? Dat is mijn moeder. Oh! Oma, hoor je dan wat hij nou zegt? Nee, bedoel, ja. Oh, mama, hoor je wat hij zegt? Oh. Nee, mijn lijn niet. Kijk, dat is Jason. Zag je hem? Kleine Jason stond er. En daar is papa. Hier is papa, ja. Papa heeft zijn boevenpakje al aan, zie je dat? Toet, toet. Waar gaan wij naar de tentjes? Ja, je hebt gestuurd, hè? Hij stuurt de verkeerde kant op. Hij stuurt de hele verkeerde kant op. De baan gaat niet verder, joh. Oh, papa! Papa, je been! Je been gaat deze keer rusten. Kijk! Nee, maar we gaan hier naar mama! Niet zo tegen mama slaan, ja, die komt vol. Kun je je bos er ook tegenaan, of niet? Je mag niet mama slaan, dus... Pas op, pas op. Ja. Oh. Oké, okay, mensen. We gaan zo meteen beginnen. Dus we kunnen zo meteen kijken. We praten even met elkaar. Eigenlijk niet echt, maar het is al een week geleden opgenomen of zo. Zo, nu zit ik te opnemen, maar dat komt over een week weer online. Dus... Moet ik een afbouw? Moet ik hier echt in gaan? Of niet? Ja, dan komt mijn video online, dus dan heb ik het al gedaan. Ja. Dat snap ik niet. Oké, okay, so misschien. Wij gaan dat nu. Thank you.
mooi. Ga je mee, Tricia? Kom. Dit is spookkasteel. Ik neem een lampje mee. Ja, durf je dat dan? Ik ben doodsbang. Doodsbang, naar voren dan. Hey, kijk dan, skeletjes die dansen, wat leuk. Er is toch niks te zien, schat? Hij zwaait naar je, het is hartstikke vriendelijk. Hier, ze staat er. We zijn er alweer. Dat was het niet heen? Nee. Was dit wel heen? Heel heen. Hey, Tjenisje, gaan we nog een keer? Nee. Ja, openmaken, duwen. Duwen. Met jozef. Ga jij mee? Ja. Ja? Ja, kom maar. Welkom in de hel. Kinderen in de wachtrij. Jullie waren de grootste kindzonder weer. Jullie zijn het bangste. Kijk zo'n mooie laser. Ah! Vindt je leuk om gillen? Nee, dat is niet leuk. Te kijken. Oh, wat was het eng. Nee hoor, ik heb niet gegild. Nee, maar ik heb niet gegild, zegt hij. Nee, ik heb ook niet dit gedaan, dat heb ik ook niet gedaan. Nee hoor, maak hem open, kom. Kijk eens wat een web, kunnen ze met z'n vieren zetten en veilig ook nog. Open de koppie, daar gaat ze dan. Nee, dit gaat niet. Nu met jullie kouder. Nou Jason. Jason wil over de kop, hè? Daar ga je. Jason, wat zeggen we dan? Lekker! Ik versta je niet! Lekker! Goed vast nou, hè, joh! En hè? Oh! High five! Met de voeten! Hop! Hey. Ik kom jou pakken! Kom jou pakken! Kan hij niet tegen? Kan hij niet tegen? Ik ga hem even met Jason doen, hè jong. Mag jij voorin zitten, ben jij het natste? Het is een glijbaan, hè jong. Echt serieus? Ja, echt, het is een glijbaan. Geen geintje. Jee! Ja. Ik ben voor, hè. Mooi, ik ben voor. Ben je er klaar voor? Ja. Hou je goed pas, jong. Ga echt hard afzetten. We gaan halen. 1, 2, hop! Allee! Kijk of we airtime kunnen krijgen. Airtime! Hey, jawel! Twee keer zelfs! Hey! Wow! Raak hem! Ah, net niet. Ja, ja. Ah, jammer. Nou, van de spongen gaan ze in die praten, hoor. Ja, juist, hè. Wat is je denk je? Aan, ben ik dat leuk? Ja! Kijk eens wie we hier hebben. En jong, wat ga je doen? Ja, van het werk, hè? Oefenen. Hé, hey, daar is het geluk, jong. Zie je dat? Ja. Zo. Zo, hé. Hey. Zie je dat? Vet, hè, jong. Ik was heel even Jaden kwijt, want ik was met Jason bij de graafmachine. En kijk hem eens daar aan. Zou die erop komen? Ik ben eens benieuwd. Ja, dat lukt hem wel. Kijk hem eens, jongen. En daar is hij weer. Ik kom met die boot, mama. Met die achterste boot daar.
Ja, Diva. Ja, ga maar in de rij staan. Ja, Jaden, daar gaan we. Vind je het leuk, jongen? Ja, ik zou het bijna niet. Papa ziet ons niet. We gaan in het treintje, waar zit mama? Op de grond. Handig, hè? Is het lekker, een ijsje? Alleen niet op de stoel, kijk maar. Jullie zitten op de stoel, ja. Dit is hier in Nederland. Tuurlijk, schat, is het Nederland. Wat denk jij dan? Dit is nieuw. Is het lekker? Ja, maar dit ijsje is nieuw. Oké. Okay. En jongen, gaat het erin? Ja? En Jaden? Een fan gevonden. Ga je ook op de grond zitten, schat? Waarom? Ja, kijk, dan zit het te park. Kijk, dan gaan we buiten het park. Buiten Ruijs uit de park. Ja. Waar gaan we dan heen? Een rondje Valkenburg. En hoe vind je dat? Straatrijden! Had je dat met school ook gedaan? Met het treintje of dat niet? Nee. Nee, dat wel niet. Doe je dat nou de eerste keer? Ja. Oh, wat leuk, jongen. We rijden gewoon over de straat heen. Kijk, auto's tegenmoet. Ja. We rijden op de straat en het vergeet niet meer. Oh, en nou dan? Kijken we dan een boete? Ja. Ja? Nee, ze weten dat de treintjes altijd rijden. Hoeveel boete krijgen we dan? Ja. Hoeveel boete krijgen we dan? Heel veel. Maar zal ik je wel verklappen? Zal ik je wel verklappen? Met een treintje krijg je geen boete, dan mag dat. Anders deed het park dat namelijk niet. Maar dan kost het park zoveel centjes, dus dat gaan ze niet doen. Oh. We worden gewoon ingehaald door de auto's. En schat, lekker bij mama op school gaan zitten? Ja, mama. Ja. Maar ik dacht dat meneer die een treintje rijdt wel heel wel goed. Maar die denken alle mensen, hè? He? Waarom is de trein uit de kast? Waarom staat er Valkenburg? Ja, maar kijk, hij gaat ze meteen rechtsaf als het goed is. En dan zijn we weer bij het pretpark. We rijden nu langs het station van Valkenburg. En dan begint men een keer te regenen, jongens. Blij dat wij hier binnen zitten. Arme vrouw, die wordt nat, zie je dat? Of voor wij even dat we naar het treintje zitten, dan worden we niet nat, hè? En we zijn er weer. En het is ook weer droog. Nou, nog wel even. Zo, dan doe ik even of ik niks zie, want ik zie Melani in de ooghoeken met de kinderen aankomen. Dadelijk gaan ze me echt overvallen, dus ik ga zo gaan schrikken. En ga aftellen, 3. Ik schrik me dood. Ik schrik me helemaal dood. Zo, jullie hadden je goed verstopt. Ik had jullie echt niet gezien, hè. Zat je daar helemaal achter, met z'n drieën? Ja, met mama. Zo, hé. Met mama erbij? Ja. Zo. Was hij de beste? Nee, nou ik had ze echt niet gezien hoor. Wat is er? Wat is er? Ik heb die besteld. Wat is er? Heb jij die besteld? Ja. Ja, maar ik heb hem vast. Ik heb die besteld. Kijk nou. Alsjeblieft, krijg jij er ook eentje? Wat zit er allemaal in? Laat zien, wat zit er allemaal in? We zijn reuze nieuwsgierig. Oh, lekker! Met deze broodjes. Lekkere frietjes. Ja, hij heeft extra drinken. Ik heb geluk, ik heb extra drinken. En zo verlaten de koetjes de valkenier. We gaan weer naar huis. Hop, gas erop. We moeten heel voorzichtig de auto uit. Er zit een wesp achter in de auto. Dus heel voorzichtig de auto uit. Ja? Heel voorzichtig. Niet omdraaien, want als je ziet, dan valt hij aan. Zie je dat? Daar zit hij. Tegen het raam op. Weet je wat een beestje nou moet doen? Heel ver terugvliegen, want hij moet helemaal terug naar Valkenburg. Hey. Ja, we zijn nou in Sittard. Oh, als die dadelijk steek ga ik lachen. Prik, 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 prik. Waar is die? Achter je. Jawel, zie je? Ja, jammer, weer niet gestoken. Hé, jij doet ook niks voor de views, hè? Job laten. Prik! Ah. Nou, schatjes, hebben jullie naar jullie zin gehad? Ja. Vonden jullie het leuk? Ja. Leuk voor het park, ja? Ja. Wat vond je het leukste, Jason? Ja? De autobootjes. Ja joh, en Julissa, wat vond jij het leukste? Alles. Alles? Ja. Nou, mama heeft zich ook wel gemaakt. Maar ik vond jullie een leuke video. Deel een like, druk op het belletje, heb je het nog niet gedaan. En we zien ons snel weer. Doei! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.